Zo. Dit is wel grappig, man. Ik heb nog nooit zoveel mensen hier zo in Canadian Projects gezien, joh. Maar het is zaterdag. Al mijn mensen zijn buiten ineens. Het was chatting. Normaal was ik de enige rond dit tijdstip die kwam of ging. Maar nu zie ik om mijn mensen hier zo. Mensen in Oslo's. Ik weet niet wat ze door de week zijn, man. Of de man is er niet meer, of de man in Rocco toch. Want dan gaan ze bomvroeken weg. Je weet toch? Oh, mijn mensen. Ja, ik kan het niet laten zien, maar ze stonden daar bij de deur allemaal. Het is wel leuk om te zien. Families. Maar door de week is het hard werken voor die gasten volgens mij. Want Canarsie Projects. Dit is Skidmore Lane. Dat zijn echt die steegjes. Die je aan de zijkant ziet. Je ziet mensen rijden van die grote bakken, echt Amerikaans, joh. Dat is grappig. Dit ziet er ook wat chatting uit trouwens. Maar ik kan het niet echt te veel laten zien, want het is best wel druk. Ik zie overal mensen in die lane staan, van op die verandas. Dat is wel grappig om te zien, man. Maar black people doing good here, man. I like it. I like it very much. Ik ga dus nu naar het metrostation. Ik heb met Anthony afgesproken. En we gaan dus naar Harlem, naar de Big L mural eerst. En daarna gaan we even eten bij die spot. Even kijken hoe die ook alweer heet, joh. Amy's Roof or something. Ja, Amy's Roof. Soul food spot. Dus ik ga voor die chicken en waffles. Het schijnt goed te zijn daar zo. Harlem. Harlem schijnt ook wel dope te zijn. Dus ik ben benieuwd, man. En het is weekend, dus everybody out. En het is mooi weer. Dus I like it, man. Yes. Dus ik laat jullie volgende deels vanuit Harlem, man. Harlem, peace. Yes, we staan dus in Harlem bij de Soul Food Spot Amy Roofs. En ik sta hier met mijn main man Anthony. You know what I mean? Yeah. Net ontmoet vandaag. Super dope. Hij woont in Queens. Waar van Queens woon je ook weer? Vaart. Beter met je zo staan. Nee, Vaart Boulevard. Vaart? Oh ja, dat zei je. Oh ja, zo. Kijk dat die zon zo komt. Dat zien we ons beter. Vaart Boulevard. Hij woont op Vaart Boulevard en gisteren was ik ook daar zo, maar ik was Linden Boulevard, hoe ver is dat Linden vandaag? Linden is like a few blocks. Ja? Yeah? Mm-hmm. Is dat doen gewoon? Ja. Oké, dope. Ja man, dus we zijn even in Harlem, we zijn net naar die Big L mural geweest. En we staan hier dus nu, op de achtergrond zie je Amy Roofs. Dit schijnt de spot te zijn. Soul food, southern cuisine. Dus we gaan even lekker die chicken en waffles pakken. Of niet, Henry? You know what I mean? Dus binnenkort zien jullie de foto's in deel 2 en of het gesmaakt heeft. Hey, jij lijkt echt op Kevin, jongen, ik zweer het je. Look at my man, he's going in. Ja, gewoon. Kort Gwen. Gwen nog? It tastes good, people. Oké. Okay. Oh shit, ik moet hem wel even omdraaien, wacht even.
Oké, we zijn nu wederom beland in Brooklyn. We gaan dus naar die Brooklyn Block Party. Oh, en iemand is hier gewoon een mural aan het maken. As we speak, kijk. Zie je? Hij maakt gewoon, as we speak, dat ding gewoon. Wel dope. The Bushwick Collective. Dope, man. I like it. Bushwick Collective. Thanks a lot, yeah. Are you responsible for more murals in New York? Am I what? Are you responsible for more of them in New York? Oh, yeah. There's a couple of them. There's one on the corner of Wyckoff and DeKalb. Dope. On the northeast, yeah, corner. Dope. And your name is? Jeff Henriquez. Jeff Henriquez. Yeah. Do your thing, man. Do your thing. Do you also do the hip-hop murals? I went to the Biggie mural and the Nas mural. I haven't painted any celebrity yet. Oh, okay. Do that, man. That can might answer a couple questions. Hey, later. Yeah, super dope. Jennifer Henriquez. Fresh from the streets. Okay. Brooklyn against gentrification. Hey, maar dit is een leuke buurt, man. Dit is echt Brooklyn gewoon. Leuk, man. Gezellige buurt hier zo in Brooklyn. Still chilling with my main man Anthony right here. You know what I mean? Word up. Ja, man, gezellig, joh. Dus we gaan even kijken hoe het is. En waarschijnlijk staat er gewoon een grote act op stage. Laten we daarvan uitgaan. En terug met deel 3. Peace. We zijn beland bij de Brooklyn Block Party. Super dope. Je ziet mensen daar hun eten koken. Gewoon vrij. You know what I'm saying? Meat is on there. Hup dope. Allemaal standjes. Wat is dit? Poetry. Poetry and quotes. This is the one. You wrote this? Yes. And what can I expect, though? What can you expect? Yeah. Poetry and quotes. These are basically feelings on paper. Yeah. Like stuff you can relate to. Yeah. And life lessons. Dope. I like it. I just made a couple of these just for today, but I'm mostly doing like portraits. Do it. Do me, baby. Do the Humpty Hump. I do the Humpty Hump. I do the Humpty Hump. I do the Humpty Hump. Woo! I do the Humpty Hump. Hey, ze draaien de classics, man. Ze draaien de classics. Oh, je hebt hier heel veel murals, joh. Hier ook een biggie one. Super dope. Super dope. Zo, een leuke buurt dit, hè. Gaat helemaal vol, joh. Let's go to the stage. Echt een Amsterdam denk ik, echt waar.
don't come around the way like I used to. I don't have time these days. I'm keeping busy making power moves. And don't try to say I don't remember you. You should be able to tell us some shit like that. I stopped coming by because I've been really bad. Telling my business to kids I don't even know you like a big time talk show. And that's low. So you can tell everyone that I'm jerky. And if you don't like it, kid, take it personal. Say what?